Welkom bij RTL Late Night met vanavond het onderwijs van de toekomst. Wat zijn de 21ste eeuwse vaardigheden en hoe kunnen we deze toepassen? Team Cubelets gaat daar een antwoord op geven. Welkom Team Cubelets. Wil jullie even kort voorstellen? Ja, ik ben algemeen directeur Mike van Malsen. We hebben nog een algemeen directeur, maar die is helaas afwezig. En ik ben PR-directeur Kerstin Vroonen. En ik ben vakinhoudelijk en didactisch directeur Ramon Klein. Ramon, wat doet Cubelets? Cubelets, wij zijn een adviesbureau om leerkrachten en teams in het basisonderwijs te ondersteunen in het inbrengen van 21ste eeuwse vaardigheden en gamification in het onderwijs. Cassidy, wat vinden jullie zo belangrijk? Wij vinden het belangrijk dat leerkrachten bewust worden dat ze deze vaardigheden eigenlijk al gebruiken. Maar door begrippen als gamification en 21ste eeuwse vaardigheden denken ze dat er ICT bij komt kijken. Maar dat hoeft helemaal niet. En door dat stukje bewustwording van wat zijn die vaardigheden nou precies en hoe kunnen die toepassen in het onderwijs met of zonder ICT, proberen we toch toegankelijker te maken, zodat we kinderen beter voorbereiden op banen in de toekomst. En onze missie daarbij is dat we dus het onderwijs willen vernieuwen in de toekomst, wat de kinderen nodig hebben. En dat doen we met de slogan Innovation in the Future of Learning. Goed, wat zijn de 21ste eeuwse vaardigheden? Ja, om de 21ste eeuwse vaardigheden te laten zien hebben we een live verbinding met Cassidy. Ik. Oeh, shit. Oh. Zo, dat is het eerste voorbeeld van kritisch denken. Phew. Cubelets vindt, je kunt de 21ste eeuwse vaardigheden terugzien in de maatschappij. Kan deels kloppen, want wat jullie in de studie al deden was communiceren. Maar wat zie ik in de alledaags winkelbeeld van Nederland? We gaan meekijken naar deze winkelende klant hier. Meneer, ziet u slippers die u bevallen? Ik zou graag die willen hebben. Ja? Ja. Maar die zijn wel deels afgeprijsd, hè? Oh ja? Ja. Kijk maar, daar is korting op. Prijs omlaag. Een tweede paar halve prijs ook nog. Zou dat kunnen? Ik denk het wel dan, toch? Maar hier staat, geldt niet op reeds afgeprijsde artikelen. Okay. De halve prijskorting is geldig op het artikel met de laagste prijs. Dat had je niet eens gezien. Nee, dus we moeten altijd kritisch blijven. Dat is dat duidelijk, ja. Hé, hey, bedankt. Ja. Moet ik toch nog eens heel even kritisch zijn en ik heb die wel wel gehaald. Ja. Ik zoek een Monsieur Klaassenstraat. Monsieur Klaassenstraat? Ja, ik weet het niet. Ja, er is. Ja, meneer, die kant op. En dan steekt u eigenlijk overrecht door. En dan komt u daar bij het zebrapad en dan moet u linksaf. Maar ja, dat is best lastig. Dus ik moet als eerst linksaf? Ik ga het heel even op de telefoon zien, dat is wat makkelijker voor u. Hier ziet u een voorbeeld van probleemoplossend denken. Kijk, we staan nu hier en dan moet u daar linksaf. Gebruik van media. En dan gaat u rechtsaf en dan komt u langs de grote weg. En daar wil ik zetten, dan bent u er al. Als ik die dan even... Neem die maar mee. Ja. Oké, okay. Bedankt. Alsjeblieft. Het voorbeeld wat u net zag sluit aan bij ook bij de 21ste eeuwse vaardigheden. Namelijk computational thinking, het stap voor stap uitleggen van een proces van hoe moet u lopen, wat gaat u doen. En mediawijsheid. Meneer kan u gewoon lopen met Google Maps om zo de weg te vinden. En daardoor kan hij op zijn bestemming terechtkomen. Terug naar de studio. Zo, ik zeg. Bedankt, Cassie. Graag gedaan. Tim Cubelet, zou je nog even kort zeggen wat ik wil wat jullie verteld hebben? Waarom zouden de mensen jullie moeten benaderen? Nou, omdat wij dus voor leerkrachten toegankelijk willen maken, dat zij dus niet denken van het gaat. Het wordt lastig, maar ze gebruiken dat in het onderwijs. Dus laat ons helpen om dat inzicht te krijgen. Om bewust te worden van het gebruiken van. Oké, bedankt Team Cubelets. Beste kijkers, nog een fijne avond en tot de volgende keer.